Lieve mensen met Christel, ik ga even babbelen met jullie en het is wel een serieus gesprek. Het is niet even over koetjes en kalfjes of mijn planten of zo. Nee, maar over um, ja, wat er nu um, in Amerika is getoond. Ik zal de link even in de beschrijvingsbox zetten van uh, ja, alienachtige wezens. Um, ja, die hebben ze al een tijdje bewaard, beschijnbaar. Maar ja, wat ze ook zeggen bij de Redacted. Wat, uh, dus uh, deel me jullie, het lijkt net gekleid als je goed kijkt. Uh, mensen, het is uh, volgens mij niet echt. En uh, ja, wat ze, wat ze willen is uh, mensen angst aanjagen. Want ze, ja, straks gaan we ze ook zien. Maar ik weet dat ze heel veel kunnen doen met uh, bepaalde technieken. Hè? Ik had laatst uh, Amerika. Uh, God Talent gekeken. En toen stond daar, uh, Elvis Presley stond daar gewoon op het podium. En, maar ook degene, hè, de, dus de jury stond er ook mee te zingen. En op leek het ook precies uh, hun. Hè. Dus ook echt al Elvis en ook hun. Uh, ja, ze kunnen een hoop. En uh, ook uh, kunnen ze dus uh, ja, mensen bang maken met, uh, met uh, UFO's en zo. Hè. Dus dan moet je wel rekening mee houden dat, uh, dat dat niet de echte zijn. Hè? Als het bangmakerij is, dan zijn dat niet de echte. Zie je dat koelmeesje hangen aan de pinda's? Het <laughs> zijn niet de echte. Ik uh, heb geen angst voor maar ik kan ze kunnen zeggen van... Ja, we worden aangevallen, uh, allemaal in lockdown, hè. Dus uh, ja, de echte zijn niet kwaadaardig, namelijk... Die gooien reddingsbanden uit, hè? Zoals ik zag in mijn filmpje. Willen mensen alleen redden? De grijze uh, aliens, ja, daar hoor ik wel eens iets minder verhalen over. Maar ja, die zullen ze niet toelaten, denk ik. Uh, want uh, ja, ik hoor ook wel eens van dat ze mensen worden meegenomen met zo'n uh, schip. En dan zo'n uh, implantaat krijgen. en... Uh, dat voor een baby's en zo, uh, dat ze een Elia of alien baby krijgen. Daar heb ik ook wel eens boeken over gelezen. Maar uh, ja, die worden, uh, ik denk dat die niet meer uh, op aarde mogen komen. <laughs> maar goed, uh, die andere wordt straks denk ik waarschijnlijk in scène gezet hè, als ze kwaadaardig uh, zijn. Want ze zijn niet kwaadaardig, hè? de Arcturians en de Pleiadians, uh, ja, noem maar op. Ehm. Um, dus mensen, als het er gebeurt, hè, ze zijn al een beetje met, aan het voorbereiden, lijkt wel. Hè, met uh, die, die, die dingen tonen. Die uh, gemummificeerde gevangenen. Wat ze toen uh, gevangen hebben gehouden. Um, ja, ik weet niet hoeveel ze er hadden, maar dat moet je maar even kijken in het filmpje. Daar zie je al de beelden ervan. Dus, uh, ja, en vertrouwen op Jezus. Hè, um, hij is echt de weg. Hè. Ook al denk je van niet. Hij vraagt echt of je het licht bij je hebt. Uh, ja, ik geloof dat zijn bloed uh, voor jou... Uh, dat hij gestorven is aan het kruis voor jou. Wij zijn er allemaal bij geweest. We zijn allemaal zonder, uh, heeft hij mij verteld. Uh, wij waren niet alleen de Israëlieten. Uh, maar uh, ja, het is de hele, al, hele mensheid... hebben we eigenlijk aan het kruis uh, gespijkerd. Uh, en met veel moeite heeft hij het, uh, ja, dat op zich genomen... Hij vond het heel moeilijk. Hij was natuurlijk ook mens onder de mensen. Maar hij is voor ons gestorven. En hij is onze redding, ook al beweren sommigen we niet. Het uh, kan ook zijn dat uh, je ziet ook in China hè, dat ze de Bijbel willen veranderen. Dus uh, gaan ze aan een eigen versie van maken. Ja, duister is wel heel erg duister. Uh, ja, Luister. Uh, ja, vertrouw dus op Jezus. Uh, als je een goed hart hebt en je licht bij je hebt, dan. Uh, zal hij er voor je zijn? Zal hij verschijnen in de, in de wolken? Zal hij je meenemen? Ja. Je optillen? Of, je ziet ook vaak dat je dan mee mag in een bus of met een boot of met een trein. Of, uh, dus uh, ik weet niet of jullie wel zo'n uh, dromen hebben gehad. Uh, Daar mag je ook maar over mailen, want dan ben ik wel heel uh, ben nieuwsgierig naar. Of jullie, uh, of jullie kinderen. Het schijnt ook in de Bijbel te staan dat steeds meer mensen uh, dit uh, gaan, uh, ja, die dromen gaan krijgen, die visioenen. zelfs kinderen zeggen dan, uh, als, als ze amper kunnen praten, van Jesus comes up, 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 dus omhoog, omhoog, omhoog. Dus uh, kinderen beginnen het ook te zien en dat uh, ja, was uh, voorspeld in de Bijbel dat dat ook zou gebeuren, dat zelfs uh, uh, ja, deze uh, dingen door kinderen werden gezien, hè? deze uh, rapture, uh, opstijging. We zitten nu in een uh, jaar met uh, tribulation, noemen ze dat, hè? opschudding. De aarde is echt aan het schudden. Je ziet steeds meer, um, ja, in Libië natuurlijk, heel veel mensen nou uh, vermist en dood. En um, in Marokko, en, uh, en eigenlijk is het nog maar het begin wat allemaal komen gaat. Dus ik hoop, voordat uh, het te erg wordt, dat ik weg ben hier. Als je niks meer van me horen dan weet um, je waar ik ben. Als er heel veel mensen weg zijn, dan ben ik, zal ik erbij zijn. Dat weet ik zeker. Dus uh, ja, ik vertrouw echt uh, op Jezus. En uh, wat mensen ook vertellen. Uh, hij, is ons, mijn, hij is mijn redder, hij is onze redder. Alleen, uh, ja, geloof jij in hem? Zorg dat je niet achterblijft hier op aarde, want aarde wordt echt, echt niet leuk meer. In ieder geval, dat is zacht uitgedrukt. Als je dan in de Bijbel leest wat er allemaal zou gebeuren, uh, je zit er nou al een beetje komen eigenlijk. En dan denk je van, hmm, niet zo leuk allemaal. Uh, Nederland is nog gespaard, wat dat betreft. Maar uh, ja. ja, en er gebeuren ook zo'n rare ongelukken met mensen, vind ik. Hè? Hoopverdrinkingen. Ja, bizarre ongelukken. Mijn man weer in de Faules waren. Ja, en denk ik, ja, de ongelukken worden ook wel steeds bizarder eigenlijk. Dus. Maar goed, dit wou ik even met jullie delen. Ik zal het even in de beschrijvingsbox zien. Daar kan je die, die ja, lichaampjes zien. Ze willen ook zeggen ook van. Ja, hier stammen wij van af en er bestaat geen God, weet je wel. Dus uh, ja, dat is uh, misschien ook van de opzet. Uh, ja, ze proberen mensen natuurlijk van het geloof af te houden. Hè? En uh, ja, het liefst als slaaf uh, hier op aarde. Maar ja, de aarde wordt toch verwoest. Uh, ik zie toch een verwoeste aarde komen. Dus uh, ja, zorg uh, dat je er niet meer op, op bent. Uh, ja... Het is, uh, het is moeilijke tijden, maar uh, we hebben hiervoor getekend. Dus uh, we moeten het ook afmaken, hè. <laughs> uh, dus het is een heel leerzame periode ook. En uh, ja, eigenlijk uh, straks, uh, de dollar die gaat straks ook uh, verdwijnen. Dus, uh, en de euro zal straks ook wel verdwijnen, denk ik. Uh, ja, bizar allemaal. Dus uh, ja, wees blij dat je... Uh, dat je het goed hebt nog hier, hè? ondanks dat alles duurder wordt. Hè? De meesten kunnen al dingetjes niet meer betalen, rekeningen. En dan worden er steeds meer natuurlijk. En, uh... Maar goed, uh... in ieder geval heel veel sterkte. En uh... ja, ik, ik zie jullie straks in de reading denk ik. Tot de volgende keer, doei!